Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal colporteurs aanwerven en trainen die belast zullen worden met de distributie van oproepingskaarten. In dit kader is er maandag overleg gepleegd met de districtscommissarissen en hun staf. Directeur Putri Devi Amatsu Marto van Binnenlandse Zaken zegt dat de oproepingskaarten per district van kleur zullen verschillen. De oproepingskaarten zullen in de periode van 6 tot en met 18 april 2020 uitgeprint en afgegeven worden aan de vertegenwoordigers van de diverse districtscommissarissen. Distributie vangt aan op 24 april. Elke kiezer dient tenminste 3 dagen voor de verkiezingsdag hun oproepingskaart te ontvangen te hebben. Dit meldt het ministerie in een persbericht.